Ja, sinds jaar en dag is de Wintergame al bekend, zowel in Duitsland als in Canada-Amerika. Afgelopen januari zijn we zelf wezen kijken in Keulen, in het stadion in Keulen, waar 47.000 mensen aanwezig waren. Ja, dat is echt fantastisch om mee te maken. Het ijshockeyveld ligt aan het midden van het voetbalstadion. Daar liggen witte matten omheen. En als je dan inderdaad zoveel volk eromheen ziet met licht en geluid en show eromheen, echt een fantastische ervaring om mee te maken. Spelen in het Willem II stadion, wat vindt u daarvan? Nou, het zou voor Nederland wel heel uniek zijn, denk ik. Want het gebeurt alleen maar meestal in Amerika of Canada. Hè? En het zou denk ik ook wel een mooie stunt zijn voor Nederland en voor het ijshockey sowieso op de voorgrond. Want er wordt te weinig aandacht aan besteed aan het ijshockey, vind ik. Dat lijkt me wel heel gaaf. Ja. Zeker voor de Tilburg, voor de stad en voor Willem II en voor Tilburg Trappers natuurlijk. Dat er 15.000 man ongeveer komt te zitten, ja, dat lijkt me super gaaf. 15.000 man, krijgt de Trappers dat wel vol? Ja, ik denk het wel. Ja, wij houden van uitdagingen. En wij gaan de stadion echt wel vol krijgen. Als je gaat kijken, onze achterban die is groot. Dit is uniek. En unieke zaken, daar komen mensen echt wel op af. Dus daar ben ik niet zo bang voor. We hebben ook al gesproken met wat partijen die eventueel acties willen gaan opzetten. Dus ik heb er alle vertrouwen in dat dat goed gaat komen. Ik vraag me af of dat je het, als je op de tribune zit, of dat je dan genoeg ziet van het ijshockey. Ik denk dat je te ver vanaf zit, denk ik persoonlijk. Nee, ik ben zelf in 1996 in Canada geweest en er zat 18.000 man. Ik zat boven in de nok van het stadion. Ik heb nog nooit zo'n mooie wedstrijd gezien. Dus ja, die beleving lijkt mij een heel apart, sowieso. Is het een haalbare optie, denk je, spelen in een voetbalstadion en dat ook nog vol krijgen? Waarom niet? Nou, omdat ijshockey een kleinere sport is, denk ik, dan voetbal in Nederland. Ik denk dat, dat iedere sport wel een kleinere sport is dan voetbal in Nederland. Maar als je kijkt wat voor ambiance we bij deze wedstrijden hebben en het wekelijks uitverkocht is en het ijsje leeft in de regio, dan denk ik dat het zeker wel haalbaar is. 15.000 man, 3.000 man vanavond, dat was al gek huis. Maar je zegt die 15.000, die krijgen wij ook al vol. Dat denk ik wel, ja.